Moreno Witte, welkom bij NAC. Ja, dankjewel. Blij om hier te zijn, dus ik heb er zin in. Nou, we zijn vanmorgen al half Brabant doorgereden, hè, richting Eindhoven onder andere. Kun je ons eens vertellen wat we daar precies hebben gedaan? Ja, de medische keuring natuurlijk. Ja, ze doen eigenlijk alles en uiteindelijk een maximale fietstest die wel intensief is. Maar voor de rest, ja, ze testen je ogen, je bloed. Bloeddruk, ja, noem het allemaal maar op. Dus hebben we alles getest en toen zijn we naar Veldhoven gereden voor nog een hartecho te maken. Dus ja, alles is helemaal goed doorzocht, zeg maar. Dus alles was tip-top in orde? Ja, ja, in principe wel. Ik ben goed door de keuring heen gekomen, ja. Afgelopen jaar speelde je in Italië. Hoe was dat? Dat was natuurlijk jouw eerste buitenlandse avontuur. Ja, klopt inderdaad. Klein jaartje weg geweest en ik ben blij om weer in Nederland te zijn. Ja, want je komt nu naar NAC. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, ik ken natuurlijk de trainer Maurice Stijn. Altijd goed mee samengewerkt bij VVV. En ja, die link leggen mensen al snel natuurlijk. En dat is ook zo. Via hem ben ik eigenlijk hier op de radar gekomen en zijn we in gesprek gegaan. En gaat dat dan ook de doorslag dat je de trainer al kende? Ja, maar desalniettemin vind ik NAC een fantastische club. Ja, ik kom zelf uit Brabant, dus natuurlijk ken ik NAC ook goed. En ik heb ook nog met Lulling gevoetbald bij FC Den Bosch. Ik heb zelfs nog zijn afscheidswedstrijd mogen meedoen in het NAC-stadion. Dus NAC ken ik goed. Dus ja, dat heeft ook wel een beetje de doorslag gegeven, ja. En wat voor type speler ben je precies? Ik ben echt een voetballende rechtsback, denk ik. Ik kan op meerdere posities uit de voeten, zowel rechts als linksback. Of op het middenveld, dus ja, ik ben eigenlijk een speler die wel graag aan de bal is. En eigenlijk ja, de opbouw wil leiden en daartoe een extra mannetje op het middenveld wil creëren eigenlijk. Dus ja, ik denk wel een Nederlandse voetballer. Maar dan ook een echte moderne back die graag mee opkomt? Ja, ja, ik hou zeker van om mee op te komen, zeker. Dus ja, dat kan ik wel scharen onder modern inderdaad. En is dat ook wat onze supporters mogen verwachten? Ja, dat mogen ze zeker verwachten. En ik probeer het zo goed mogelijk in te vullen. En ja, ik hoop dat ik mijn teamgenoten ook in stelling kan brengen om te scoren natuurlijk. Daar gaat het ook om. Maar in eerste instantie heb je als verdediger volgens mij wel de taak om te verdedigen. Dus daar focus me als eerste op natuurlijk. En je zei het al even, je teamgenoten. We hebben er net al even een aantal gezien. Maar ken je al wat jongens van hier? Nee, ja, natuurlijk wel gewoon van voetbal kijken. Ik heb in Italië veel voetbal gevolgd en ook natuurlijk NAC. En eigenlijk ken ik niemand persoonlijk, alleen Torino Hunten, die momenteel hier bezig is. Die ken ik natuurlijk van mijn periode uit Venlo, maar de rest nog niet. Maar ja, ik kijk er naar uit om iedereen te leren kennen. En hoe is het dan om in een groep te komen? Hè? Je kent de trainer, je kent Torino, maar eigenlijk voor de rest ken je dan nog niemand. Is het dan raar? Is het even wennen aan elkaar? Hoe gaat dat precies? Nou, nah, ik denk dat als speler heb je dat ze vaak meegemaakt natuurlijk. Dit is niet mijn eerste club. Dat is altijd even wennen, maar ja, dat gaat vrij vlot altijd. In Italië had ik iets meer moeite mee, omdat je natuurlijk de taal niet spreekt. Nou, gelukkig spreekt ze hier meestal allemaal Nederlands op een enkeling na, dus dat komt wel goed. En dan scheelt het ook wel dat je gelijk dinsdag mee kan op trainingskamp, hè? Dan zit je gelijk een week lang met die jongens opgesloten. Ja, precies. Dat is wel fijn. Dan leer je elkaar natuurlijk alleen maar beter kennen. Dus wat dat betreft heb ik goede timing uitgekozen. Top. Heel veel succes bij NAC en nogmaals welkom. Ja, dankjewel.